Zo op het eerste gezicht is er niets te zien aan Flip. Hij zwemt lekker rond in zijn bassin. Maar zo goed gaat het niet, want hij eet niet. Om erachter te komen waarom Flip niet eet, moest hij vandaag naar de dokter. Zijn verzorgers willen het zekere voor het onzekere nemen. Ze willen weten of er plastic of een vishaak in zijn maag zit, waardoor hij niet eet. In een afgesloten, geïsoleerde doos wordt hij vervoerd. Bij de dokter aangekomen wordt Flip onder een röntgenapparaat gelegd. En voor de verzorgers is het dan even afwachten. Nou, het is wel spannend altijd afwachten wat eruit komt. Maar het is fijn dat het zo snel kan gebeuren. En dat we dan daar ook een keer duidelijkheid hebben. Hè? Of er wel of dat er niet iets dwars zit. Een röntgenfoto van een schildpad lezen kan alleen gedaan worden door kenners. Daarom worden de foto's de komende dagen naar verschillende artsen in Europa gestuurd. Ja, maar naar die foto's kijken verschillende dierenartsen. Die ook allemaal verstand moeten hebben van een schildpad natuurlijk. Want dit zie je niet elke dag. Dus wij hebben daar ook nog geen uitsluitsel. Schildpadden kunnen gelukkig maanden zonder eten. Dus Flip blijft gewoon in leven. Wat hebben jullie gehoord net van de arts? Ja, nog niks. Wat we al eerder zeiden, we wachten het af. Ja. Wij zijn geen dierenarts, dus wij kunnen daar ook niet over oordelen. Hij gaat nu weer lekker naar zijn huisje, een tijdelijk huisje. Tasje.